dit hier, dat, daar ben ik heel blij mee. Dat is een kurk eik. Een bijzonder warme tinten heeft die, die kurk. Die ook dan elke 7 jaar wordt wordt geoogst. Tot hier ongeveer. Dus met hele kleine blaadjes in Noord-Spanje. Maar dit, ik hou van bomen die zeg maar gewoon van die eindeloze takken laten zien. Die voordat je aan het eind ervan bent al uit het zicht verdwijnen. Of van het papier aflopen. Of in het niets opgaan van het loof. Maar waarom schilder je bomen eigenlijk? Omdat ze zeg maar grafisch toch wel alles te bieden hebben wat je zoekt als dus zware donkere massa, afsteken tegen het licht, hele grote verfijnde structuur, een soort arabeske sierlijkheid. De schaduw in een bos, dat is eigenlijk het allermooiste wat er is. Dus die schaduw die vermengd is met stukjes zon. En die dus over alles heen speelt. En die halfschaduw van het bos, dat is eigenlijk de heerlijkste plek om in te zijn. Dit kan je binnen nooit krijgen. Ja, wel als je lange bomen hebt in je kamer. De schaduw van bomen over de naakt. Nou, ik had er eigenlijk niks mooiers voor. Kijk, het mooie van gebladerd is dat elk blaadje eigenlijk heel zorgvuldig zijn houding in de lucht ten opzichte van andere blaadjes en ten opzichte van het licht inneemt. En dat heeft een enorme sierlijkheid en perfectie die een fotograaf waarschijnlijk makkelijker kan vatten dan een schilder die toch zich toelegt op een grotere eenheid die de fotograaf weer niet kan vinden in een bos. Omdat een bos, als je een foto maakt van het wat ik teken, dan zie je over het algemeen een soort van vormeloze verdeling van licht en donker, omdat je het allemaal niet zo goed kan onderscheiden en het formaat van een foto ook vaak te klein is om. Dus je brengt toch een zekere orde aan, niet zozeer door vormen te veranderen, maar door alleen dat te tekenen wat je gezien hebt. Dus je ziet een vorm tussen twee takken en die teken je. Terwijl een camera die legt vast alle lichtpuntjes die rond die takken zweven en die heeft verder geen belangstelling voor de grotere vorm. En dat kan hij niet zien. Betekent dat je doelbewust ook dingen weglaat of van plaats verandert? Ja, nou, eigenlijk kijk, als je hier kijkt, dan zag ik bijvoorbeeld hier een driehoek. En ik weet helemaal niet meer of er bijvoorbeeld hier iets in die driehoek zat, een hoek, wat ik vereenvoudigd heb, kan best zijn. Maar ik ga ervan uit dat ik niet iets weglaat, dus dat ik niet bewust zeg van nou ik laat dat weg, maar ik teken alleen wat ik zie, wat ik bewust gezien heb. Dus er was natuurlijk veel meer in die boom, maar dat heb ik niet bewust weggelaten, want dat heb ik helemaal niet gezien. Om iets bewust weg te laten, moet je het zien. Terwijl zo'n boom is zo ingewikkeld dat om hier deze vorm te zien, een soort vijfhoekje, en hier een driehoek, en hier nog een, dan moet je daarnaar kijken. En vervolgens die begroeiing zo in het hart van die stam, waar die stam uiteen gaat, daar heb ik deze tak die ervoor langs loopt, lichter dan de achterliggende duisternis, die heb ik gezien. Hoewel ik me misschien ook deels bedacht heb later hoor. Want ik werk in mijn atelier naar tekeningen en ik heb ook wel een foto erbij. Maar eigenlijk werk ik binnen de tekening die ik gemaakt heb, waar vrij veel detail op staat, verder naar mijn herinnering van zo'n boom. Want ik wil dus niet meer laten zien dan ik bewust heb willen zien. Nou, ik denk dat bij kunst heb je altijd hele gemengde motieven om dingen te doen. Je hebt niet eenduidig motief van ik wil dit doen om dat teweeg te brengen. Maar meer, er is van alles aan de hand en daaruit haal je een levendig geheel. Dan probeer je dan iets te laten overleven op een papier in een lijst.
Dat is eigenlijk de... Voor mezelf kan ik in mijn eigen werk altijd zeggen van, nou, dit hier overleeft het en hier is het eigenlijk uitgedoofd wat ik had willen doen. In mislukt werk, niet hier hoor. Daar zeg ik van, ja, dat is het niet meer, dan kan het nog zo mooi getekend zijn. Maar ja, dan is het toch uitgedoofd, dat leven. Zijn er andere schilders door wie jij hebt laten inspireren? Behalve de Chinezen met hun... Zeker. Waarschijnlijk te veel om op te noemen, maar ik heb hier bijvoorbeeld, ik zal je even een paar namen en boeken laten zien waar ik ontzettend blij mee ben. Ferdinand Hodler, de grote Zwitserse schilder, dat is een heerlijkheid. Zoals die man bergen schildert, maar ook vrouwen in zijn grote symbolistische werken. Dan moet je echt genieten in Zwitserse musea om te zien wat hij voor bijzonders eigenlijk doet. Maar hij heeft dus enorme 9 meter lange schilderijen van symbolistische aard. In de trant van Torop en Mondriaan en Klimt. Dit is een typisch schilderij van de nacht. Is dat met een iemand die wakker wordt met... Een soort monsterlijke figuur boven hem. Hier heb je een beetje een merkwaardig schilderij van zwevende engelen met een jongetje. Ik weet niet eens hoe dit heet. Maar dat ging hem dan om een soort ritmische verdeling van het vlak. Dus het is er zitten abstracte elementen in die zelfstandig zijn geworden. Maar verder houdt hij zich aan het genot aan het menselijk lichaam. Hij heeft ook, dit is ook een heel beroemd schilderij. Waar hij dus die houding van die vrouwen, ik weet niet hoe dit heet, levensvreugde of de dag of zoiets. En in hoeverre komen dit soort dingen terug in jouw werk, Michiel dan? Nou ja, ik ben dus wel bezig met... heel veel menselijke figuurtekeningen en schilderingen. Maar die beperken zich nog tot enkele figuren. Dus in plaats van groepen zoals daar. Maar ik heb dus Adam en Eva geschilderd. Heb je die al opgenomen? In het lijf, wat natuurlijk alle mannen en vrouwen erg... bezighoudt altijd, omdat we zo gevoelig zijn voor de vormen van het andere geslacht of hetzelfde geslacht. En natuurlijk het geslachtsdeel. Die subtiele verschillen van heupen en schouders en borsten en voeten. Dus alles drukt iets uit voor ons, omdat we dus zo overgevoelig of zelfs geobsedeerd zijn met dat lichaam. En we hebben ook al heel gauw een oordeel over over een lichaam, of het mooi is of niet mooi, of stoer. Het lichaam is eigenlijk het meest expressieve onderwerp, omdat we gewoon door onze natuur toch heel gevoelig blijken te zijn daarvoor. En dus de studie van proporties en van de contouren van een lichaam en de precieze vorm van knieën en handen en dat blijft zeg maar een onuitputtelijke bron van schilderkunstig plezier. Dit is een bepaald lichaam, dit is de mens, maar niet de mens als een gemiddelde van alle meetbare mannen, maar eentje, omdat de mens alleen voorkomt in individuele mannen en vrouwen. Dat is dan wel een boodschap die je zou kunnen zeggen van ik geloof dus in het tastbare, individuele, concrete verschijning en niet in de abstracte soort zozeer. Zoals ook een gezicht, dat drukt niet iets uit over de persoon die dat gezicht bezit, helaas, voor de portretschilder, maar over de aard van het gezicht. Dus het is een hele tautologische zaak. En als je dan ook vraagt, wat betekent dat schilderij, wat bedoel je daar nou mee? Nou,
dan zullen de meeste schilders moeten zeggen, ja, niks, precies wat je daar ziet.